Goedemorgen jongens. Het is de 7e dag alweer, we zijn op de helft. We doen het even anders. We zijn in de hostel, dus we moeten... we hebben ook ontbijt van de hostel, maar we hebben ook ons eigen eten mee. En dan, ja, dat is best lekker. Het is Chinees voedsel van gisteren. En dit is hoe je het lekker low budget kan houden. We zijn richting... Althans, we zijn op zoek richting naar Walmart. Het is echt één grote gekkenhuis, het winkelcentrum. Ik kom niet aan mijn woorden. En het parkeren was ook echt een drama, joh. Mensen, ik moet zeggen, de Amerikanen kunnen zo echt niet goed rijden. Eureka! Gevonden. Deze winkel is gewoon verstopt in een hoekje. Wij kunnen het nu niet eens vinden. Ja, dat is waar. Aan de andere kant is heel veel vrienden van mij zouden zeggen... Waarom zou je zoveel moeite doen voor alleen naar Walmart te gaan? Precies de plek wat ik nodig heb, want ik heb best wel honger. Volgens mij zien jullie dat ik wel geslaagd ben. Ik heb mac and cheese, cola, donuts. Het is genoeg om de dag mee door te komen. En op deze manier kan je met low budget in Amerika overleven. Maar lekker is het hopelijk wel. Wow, ik ruik er van vier zelfs. Zo, die kruiden zijn sterk. Maar ik heb dus net een bonus chicken wings gehaald van The Roost. En ik ga even kijken of die kip in ieder geval hier lekkerder is dan in Nederland. Wow. Ah, moet je eens ruiken, dit is echt zo. We zijn in downtown en het werd mij van harte afgeraden om in downtown eigenlijk te komen. Maar ik vind dat het best wel meevalt. Ik merk er zelf nog niks van, althans we zaten alleen in de auto. En het is nu dat ik zeg maar op de brug aan het chillen ben. En yeah, je ziet zeg maar de scenery van Los Angeles, maar dan van downtown. En het, ja, ik moet zeggen, het ziet er allemaal heel mooi uit. Er is hier gewoon in de middle of Chinatown een drone die dan heen en weer gaat. Oh. This one. Oh, good. Oh, really? Yeah. No, it's not broken though. Oh, no. Nou, het leuke is waar wij nu zijn, is het zogenoemde Saigon Plaza. Laat me een beetje denken aan Jalon in Saigon, weet je. En, ja man. Brengt me een beetje thuis. Volgens mij zijn het Chinees, of niet? Yes? Gemixt, Vietnamese. Ja, volgens mij, ik heb het gevoel dat het meer Vietnamese, of meer Chinees is. Maar het maakt verder ook niet uit. Het gaat om de gedachte, dat is leuk. Jongens, zie je het busje daar? Ik weet niet of je het kunt horen, maar hij zit echt... Ik hoorde echt gewoon in die auto, ik zag hem heen en weer gaan, weet je. En toen dacht je, ah! Jongens, we besluiten om vandaag weer fout te eten. Zoals jullie niet weten, wil ik hierbij nog zeggen dat ik een fijnproever ben. Dus laten we een test gaan doen dat ik verschillende soorten pho ga maken. En een bepaalde hoeveelheid sterren geef. We gaan het beleven jongens. Kom jullie mee? Kom verder. Hey pap, ik weet niet of je de vlog kijkt. Maar je hebt hier al pho dat ik bid en je hebt hier al pho cello. Hè? Maar ik weet niet of dit nou de juiste restaurant is waar ze de pho hangen, mogen. Of ze die hebben. En hoeveel kost de cola hier zo ongeveer? Ik heb de prijs niet gekeken. Ik heb niet gekeken de prijs. Maar ik denk dat het hoogstuit $2,5 zou zijn. Ja, denk ik. Dus ik heb alles erin gezet om het een beetje te doen. Ik ben niet echt een groenteman, dus ik zeg geen groente erin. Het meest belangrijke is aan als je pho eet, is dat de noedels, zeg maar. De banfa noemen we dat. Dat ook het meest belangrijkste ingrediënt is wat je gaat gebruiken. Als je bijvoorbeeld pho eet, dan moet je het kunnen ruiken. En dan moet ik zeggen dat ik het niet echt ruik. De banfa, de noedels zijn perfect, is helemaal goed. Hoewel de geur mist, is de smaak echt spot on. Dat is goed. Ik geef het een 3 van de 4 sterren. Goedemorgen, deze baby moet even gewassen worden. Omdat wij natuurlijk in stijl naar San Francisco willen gaan. Nou, dus jullie hebben ook helemaal geen... Kortens meer, ik kan gewoon hier je budget instoppen. Dan krijg je zeg maar zo'n $1 muntje. We zijn dus in Target nu en opeens had ik enorme zin in fruit. Dat heb ik nooit. Maar als je op reis bent, moet je toch wel een beetje gezond gaan doen. Dus ik heb fruit shakes gehaald en mango. Het lijkt dus te zijn dat ik sinds kort heel erg van mango hou. Op een of andere manier heel vaag. Nou Dave, ik mag je eigenlijk niet filmen, maar ik doe het toch voor jou. Maar het geluid van deze buizen en die speakers, die futuristische speakers, die zijn echt heel vet. Je kan het alleen niet horen via de vlog, maar ja man, het geluid is echt te gek. Ik denk als jij hier was, zou je echt genieten van het geluid. Ik vind het geluid geweldig. Echt, het is echt heel vet. Je hebt wel eens gehoord van cupnoodles, maar dan in miniatuurversie. Nou ja, cupnoodles is sowieso in miniatuur. Het is een kleine hap wat je normaal gesproken eet, maar dit slaat echt alles. Dit is zo grappig. Gelijk met mijn hand? Ja. Dat is ook vergelijk met mijn hand. Ja, dat is iets wat je zo vasthoudt zo.
Nou, de stad Los Angeles is ooit begonnen als een kleine dorp dat geïsoleerd werd door bergen en de woestijn. Ondanks al die struggles van het voorgeschiedenis van Los Angeles. En Los Angeles is volgens mij ook de grootste stad van heel Amerika. En dat is amazing om te zien dat wij zeg maar ja, de kans hebben om dat te kunnen bezoeken. En dat is super awesome. Echt heel awesome. Maar dit is dus... ik moet zeggen dat de vakantie die we hebben tot nu toe gaat heel erg snel. Ik ga er echt van balen als ik terug moet gaan. Echt waar, ik baal er echt wel van. Zojuist twee hitchhikers meegenomen. En ja, goed, ze leken me aardige mensen en ze zijn ook aardige mensen. Ik geloof erin als je mensen helpt, dat je in de toekomst, als je hulp nodig zou hebben, dat mensen jou ook zullen gaan helpen. Dus hierbij een tip van Michel. Jongens, dit is mijn eerste Chipotle burrito. Maar moet je eens kijken hoe gigantisch dat ding is. We're going to talk in English for a bit. But we're going to separate for a bit. They're going to Venice Beach. These are my new friends. So what's your name? I'm Roxy, nice to meet you. I'm Jonathan. Hi. Yeah, and where are you from? Hungary. Nice. We're going to separate right now, like I said before. They're going to Venice Beach and we're going back home. And like I said in Dutch, we're going to eventually meet in San Francisco, right? Exactly. Okay, so good luck and I'll see you on the other side. Yeah. Okay. Cool. I'll see you later. Bye. We zijn weer terug in de hostel. Ik ga de vlog even snel editen. Omdat we morgen een hele grote dag hebben waar we weer van zou moeten gaan reizen. Ik weet niet of jullie het al weten, maar ons plan is dat we last minute naar San Francisco gaan. Zoals jullie zien heb ik mijn zwagger. Dus met mijn zwagge broek, met mijn zwagge sneakers, met mijn zwagge ketting. Nou, zoals ik net al zei, ik heb net nieuwe mensen ontmoet en hierbij wil ik alvast de vlog eindigen. Tjallas! Oké, ik zie jullie de volgende vlog. Tjallas!